En daar heb ik zoveel zin in. Ja, het is een spannende dag vandaag. Voor de vakantie ineens echt enorm veel klachten kreeg. En je weet dat als het dit keer foute boel is, dan is het gewoon afgelopen zaak. Heel vroeg werden wakker gebeld. We durven ook geen, want onze tegels voor de tuin zijn daar. Hi lieve tatties, welkom bij weer een nieuwe video, want dat had ik volgens mij nog niet gezegd. De stenen zijn binnengekomen, de tegels voor in de tuin om het, het zand weg te werken wat er nog ligt. En daar heb ik zoveel zin in. Sergio is alweer druk aan de slag. Het wordt nog een hele klus, denk ik. Maar we gaan even kijken hoe ver die is. Zo, ik ben precies op tijd voor de eerste steen die gelegd is. Hoe gaat het? Nou, ik ben met de eerste steen bezig. Is die moeilijk? Ja, het begin is altijd even meter, water passen. Ja, dit is hem jongens. Als de eerste steen die goed ligt. Echt blij mee, hè? Hoe mooi is die? Super tof. Of niet dan? Heel mooi. Heb je een paar sokken voor mij zo meteen? Een paar sokken voor jou? Het begint een beetje frisser te worden, of niet? Nee, maar dan kan ik mijn veiligheidsschoenen aandoen. Oh, oké. Ja, dat is goed. En een kopje koffie misschien. Ja. Dat wilde ik net zelf ook halen, want ik was boven de vlog aan het maken, de vakantievlog. En toen dacht ik, ik krijg het een beetje koud. Wat is dit? Dus... Dan zet je dat infraroodpaneeltje even aan. Dat kan ook natuurlijk. En een lekker bak koffie. En een kusje. En een kusje, oké. Het is lekker weekend. Ja. En we hebben gezellig bezoek. Zussen en aanhang en moeders, die zijn gezellig komen eten. Dus we hebben een hele tuin vol van gezelligheid. Sergio, die zit aan de barbecue. Dus die is ook lekker bezig. Kijk aan onze lange tafel. Ja. Hij zit inmiddels helemaal vol. Ik ga nog even wat aardappelkroketjes uit de vriezer halen. Hopelijk hebben we nog. Ja, we hebben nog. Pita broodjes in de oven. Doen die het goed? Ja, die leven nog. Daar nog stokbroodjes erbij. Helemaal gezellig. Goedemorgen, daar zit ik dan weer in mijn koffiecorner. Maar dit keer niet met koffie, maar met water. En niet alleen om de reden dat we weer een poging doen om wat fitter te worden en wat gewicht te verliezen. Ja, het is een spannende dag vandaag. Ik heb het eigenlijk expres het er niet zoveel meer over gehad. Maar ja... Het blijft natuurlijk dat ik nog steeds een kankerpatiënt ben. En dat ik dus voor de vakantie ineens echt enorm veel klachten kreeg. En heel veel steken in mijn zij. En in mijn, ik kon niet meer lekker liggen. En ja... Laat ik het zo zeggen, ik werd knettergek. Op een gegeven moment dan, ik probeer toch altijd in mijn achterhoofd te houden van, ja, het moet, na een paar dagen zal het wel weggaan en dan is het niks. Maar dit bleef een beetje aanhouden. Op een gegeven moment ga je gedachten daar gewoon naartoe en dan ben je er echt continu mee bezig. En dan maak je jezelf alleen maar gekker. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat ik op een gegeven moment zodanig ermee bezig was... dat ik weer bijna in dezelfde paniekaanval viel als de eerste nacht dat ik hoorde dat ik kanker had. Ik was er weer zo erg mee bezig dat ik ook gewoon mezelf alweer voor me zag... hoe de arts tegen mij zou gaan zeggen van het is foute boel. En,
En je weet dat als het dit keer foute boel is, dan is het gewoon afgelopen zaak. En dan is het alleen nog maar de vraag, hoe lang heb je nog? Dus ja, dat was een beetje deprimerend. En op een gegeven moment heb ik de stoute schoenen weer aangetrokken. En heb ik toch mijn verpleegkundige specialist geappt. Of niet geappt, gemaild. En ja, ze reageren altijd super lief en heel snel. En over het algemeen bellen ze me altijd gelijk. Als ze het mailtje zien. En nou, ze zou dus dit keer het ook gaan bespreken met de arts. Dus ja, dat was natuurlijk ook gewoon heel spannend. En ik zei gewoon, ja, ik heb het niet meer op dit moment. En nou, zij heeft het overlegd met de arts. En de arts zei, de klachten die je ervaart, ja, die passen eigenlijk heel goed bij jouw antihormoontherapie. Dus dat vond ik toch wel een geruststellende gedachte. Echter zei hij wel dat een PET-scan een optie was. Dus ik heb tegen de verpleegkundige gezegd dat ik blij ben met beide antwoorden. Dat ik iets gerustgesteld ben en dat ik toch wat gerustgestelder op vakantie kom. Maar dat ik wel heel graag toch die scan wil hebben. Gewoon voor mijn eigen gemoedsrust, hopelijk. Het gaat nu wel iets beter al. Dus ik heb er wel wat meer vertrouwen in. Maar ja, het blijft gewoon super spannend. Het is een jaar na. Even kijken, zeg ik dat goed? Nou ja, ongeveer anderhalf jaar geloof ik na mijn laatste scan. En ja, dat is toch een hoop tijd. En ik ben geen enkele meer onder controle geweest. Want ik krijg geen mammografie, ik heb geen weefsel meer in mijn borsten zitten. Dus daar is niks om een mammografie van te maken. Dus het enige wat ik kan doen is een PET-scan krijgen. En dat wordt ja, eigenlijk alleen maar gedaan als je echt klachten hebt. En zelfs dan zijn ze niet altijd bereid. Maar godzijdank die van mij wel. Ik ben echt heel blij met mijn artsen. Dus... ja, vandaag is de dag. Ik moet dus een liter water drinken in de 2 uur voordat ik de scan krijg. En ik mag niet eten binnen 4 uur voor de scan. Nou ja, ik heb redelijk vroeg de scan, dus dan maakt het niet zoveel uit. Ik heb alleen ook geen idee wanneer ik de uitslag ga krijgen. En dat vind ik dan ook wel weer spannend. Dan ga ik gelijk gebeld worden vandaag. Ik heb eigenlijk geen vervolgafspraak. En gaan ze ook bellen als het slecht nieuws is. En ja. Het is gewoon heel fijn dat je zo'n scan kan krijgen. Maar aan de andere kant is het ook gewoon weer zenuwslopend. Dat is het gewoon. Dus hopelijk kom ik terug bij jullie met goed nieuws. Cheers. Daar zijn we weer. Na lange tijd voor dit onderwerp. Het hokje met privékamer. Ben je soepel? Ik voel me gewoon. Nou, ik ben weer terug. Ik moet je eerlijk zeggen, ik ben kapot. Je moet er dan een uur echt stil liggen. Terwijl contrastvloeistof dan door je lichaam gaat. En... hij deed een beetje pijn vandaag. Het was niet lekker. Hij kon hem niet goed vinden. En toen schoot hij ook nog weg. En toen hij deed hem in mijn pols. Maar ik voelde hem op een gegeven moment gewoon zo in mijn vingers schieten. Dus het is een zenuw. Dus dat was even niet lekker. En die moest dan natuurlijk, toen hij uiteindelijk zat, de hitte blijven zitten. Nou, dan moet je dus een uur lang zo stil mogelijk blijven liggen. Op een gegeven moment denk je, oké, maar nou moet ik wel plassen. En daarna nog in de scan. En dan moet je ook weer stil blijven liggen. Dus ik ben wel een beetje kapot. Ik heb ook wel aardig honger, want ik mocht natuurlijk niet eten. En ik moet weer even drinken. En
Ik plof eventjes op de bank onder een dekentje. Helaas heb ik nog geen uitslag, maar we gaan er wel een leuke avond van maken. Met de buurtjes, dus dat wordt een en al gezelligheid. Het jaar is fantastisch. Het blauw, het komt helemaal op. Een hele goede avond. Helaas heb ik nog geen antwoord van de arts. Ik heb wel te horen gekregen vandaag dat ik een telefoontje ga krijgen. Maandag, want de uitslag was nog niet binnen. Dus we hebben gewoon een telefonisch afspraak ingepland voor maandag. Dus spannend, fingers crossed. Er waren super veel mensen die hebben meegeleefd op Instagram. Want die hebben gezien dat ik naar het ziekenhuis was. PET-scan. Echt toch wel een blauwe plek geworden. Dus we wachten gerust af. En we blijven positief. Ondertussen is Sergio weer even bezig met de tuin. En dat ziet er alweer leuker uit. Kijk. De eerste lijn ligt er onder speeltegels. En hij is nu bezig met de hoeken. Beetje bij beetje komt het weer verder af. Een hele goede middag. We zijn weer bezig in de tuin. Althans, we. Sergio daar zo. We zouden een andere dag hebben vandaag. Want mijn vriendinnetje Ellen en het gezin zou gezellig langskomen. Maar helaas zijn de kids helemaal niet lekker. Dus dat ging niet door. Ja, weet je, zou die steden. Nou, dit poepie hier, die... nou ja, dat ging dus helaas niet door. Jessie is ook, denk ik, een beetje moe, uitgeput. Van weer dat de school is begonnen en alles is weer helemaal... nou ja, laten we zeggen dat hij, zoals de buurman zei... Wat emotioneel. In alle vormen. Dus, nou ja, na weer een uitbarsting hebben we hem in bed gelegd. En ja hoor. Dus, ja. En toen dachten we, nou, laten we dan maar weer verder gaan met de tuin. Het ging niet helemaal zoals gepland. Verrassend genoeg. Maar het ziet er wel super gaaf uit. Ik ga het jullie laten zien. Kijk. Hij is maar weer begonnen aan de rechterkant van de tuin. En hij haalt de stenen van de linkerkant van de tuin. Wil je vertellen waarom? Miscalculatie. Nee. Nou ja, miscalculatie. Ik heb gewoon niet. Ik heb gewoon te nonchalant gedacht. Lang verhaal kort. Tuurlijk echt super balen. Maar gelukkig had hij niet al heel de tuin gelegd. En dacht hij, weet je, ik begin lekker aan de andere kant. Dit is een wat kleiner stukje, want hier gaat uiteindelijk een beetje de buitenkeuken, kruiden komen, et cetera. En dan pakt hij gewoon even de tegels vandaar en dan gaat hij daar later opnieuw beginnen. En wij zijn echt super blij met deze tegels, want ze zijn ook eens super stroef. Ook als het geregend heeft. Ze zijn een beetje beige, zo lijken ze misschien een beetje grijs. Ja, het is een beetje grijs-beige. Van bestratingsmarkt.com. En wij zijn echt super blij met deze tegels en ook met de service van hun. En wat ik dus gewoon, zoals ik al zei, te gek vind, dat je dus niet bang hoeft te zijn dat je op je muil gaat als het geregend heeft en je even naar buiten loopt. Daarnaast hebben we ook een verandering gemaakt in het idee van het paardje die daar gaat lopen, zeg maar. Want we hebben dus daar speciale
ik noem het maar even gewoon Portugese tegeltjes. Maar het heeft natuurlijk weer een bijzondere kleur en patroon. En die zouden we eigenlijk ook als een paardje laten doorlopen naar de vlonder. Maar na onze fantasie weer te laten gaan, kwam er weer een ander idee. Namelijk dat we er een beekloopje van gaan maken. En wat is nou een beekloopje, voor mocht je het niet weten? Dat is eigenlijk een heel klein beekje. Een klein vijvertje. Een klein vijvertje met stapstenen. En hopelijk geeft dat dan weer gelijk een beetje een, ja, toch ook weer een beetje een chique uitstraling. Maar ook weer meer het tuinleven, om zo maar even te zeggen. Afwisseling van wat we voor de rest al hebben in de tuin. Toch, schat? Ja, zeker. Dus het is ook weer spannend of dat gaat lukken. Zoals jullie weten, wij houden van een uitdaging. Wij houden van anders dan anders. Het blijft spannend, maar uiteindelijk komt het toch altijd wel weer goed. En vinden we wel weer een oplossing. Ondertussen is Sergio erg aan het zuchten. Hij heeft wel mooie touwtjes gespannen. Ook voor de mislukte buitenkamer cement. Beton. Hebben we iemand gevonden die ons gaat helpen om het eruit te halen en het wel juist te doen. Hij soms gaat het niet uithalen. Nee. Ja. Ja. Beetje wel, toch? Nou ja, ik ga het slijpen. Hij gaat het slijpen en weer mooi glad ophogen, zodat het wel klopt en dat de deur wel gewoon mooi open kan gaan. Soms moet je gewoon zeggen, leuk geprobeerd. Nu overlaten aan de professional. Zo, kijk, onze druivenstruik heeft gewoon de eerste tros met druiven. Terwijl de tuiner had gezegd dat zeker het eerste jaar geen eetbare vrucht aan zou komen. Nee, kijk, bij deze twijfel ik, want ze hangen er wel aan, maar ik denk niet dat die over ons geschikt zijn. Nee. Maar deze wel. Die zijn gewoon goed. Dus, snoeien. Alweer. Onze schat die is wakker. Heb je lekker geslapen, liefie? Ja. Ja? Wat heb je gegeten? Kip. Kip, dat ging er goed in, hè? En wat gaan we vanavond doen, Jessie? Tentje neerleggen en dat was het. Tentje neerleggen en dat was het? Het woord movie night. Vandaag. Vandaag. Ja, want zo spontaan zijn wij. Wij gaan de huiskamer omtoveren, hopelijk. Tot een soort van tentje. En dan gaan we een film kijken met popcorn en mocktails. Wordt helemaal leuk. Ik wil nog één popcornje. Ja, die moeten we nog maken. Die kan jij dan samen met papa gaan maken, toch? Maar ik wil hem nu maken. Nou, dat kan zo wel. Hé, hey, is het een goed idee? Ja! Zo. Nou, we hebben een poging gedaan om een tentje te maken, soort van, hè? Ja, pap, als je drinken daar. Ik ga dadelijk wat bijzonders neerzetten, Jessie. Nee, je gaat met papa popcorn maken, toch? Oh ja. Yes. Nou, helemaal gezellig. Let's do it. Let's do it. Ik heb het al een keer gedaan, dus ik weet het al. Ja. Natuurlijk heb ik alles. Ja. Ja, hij zegt, mam, laten we het nou gewoon doen, want je weet toch wel gewoon hoe het moet. Dan doet hij pop, pop, pop en zo. Dus. Dan moeten we nog doen. Pop, 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 pop. Oeh, Jessie, uitkijken, hè. Yes, we hebben. Hey. Hatsenplatsie. Jessie, kijk uit. Gaat het pokkelen? Poppen. Even wachten. Want nu zet je hem niet meer op vuur. Nee. 30 seconden. Met de deksel. In de gehete oven. In de hete olie. Olie bedoel ik, inderdaad.
Ja. Dit wordt leuk, hè? Met olie. Olie. 30 seconden. Deksel erop. Volle power. Ja, volle power. Zal ik nou een karamel maken, schat? Ja, olie. Nee, nu, want anders dan is het niet op tijd klaar. Ga papa helpen met de karamel maken, schat. Oké. Maar ik wil zien. Ik kijk op, mama! Oh yeah. Ik heb hem uitgezet. Zet hem even af, Jess, want zo ver is het niet goed. Kom. Oh, oh. Ah. Is dat leuk? Movie night. Zo, nu hebben we er één met zout. En nog meer? Knoflook? Knoflook. En? En wat was dat pittigere? Ik moet tegen niemand zeggen, maar dat is gewoon aardappelkruiden. Patatjeskruiden. Dat is echt super lekker. Ja. Dit is mijn favorietje hoor. Ondertussen zijn ze bezig om karamel te maken. Karamelletje. Een karamelletje voor Jesse Silver. En? Is die lekker? Perfect. Mijn lieveling. Ja, ja, perfect. Zijn lievelings. Karamelletje. Ik dacht even dat je ging zeggen magnifiek. Een cappuccinootje. Doei. Oh, mag ik ook een melk? Dit is slagroom. Oh, slagroom. Daar hou ik van. Oh, wat gaat hij nou doen, Jesse Silver? Chocola met de paarden. Chocola? Ja, dus we maken gewoon eventjes een Nutella karamel. Tuurlijk, doet hij even. Hij maakt gewoon even een Nutella karamel. Voor over de popcorn. Waarom niet? Oh, 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 oh. Lekkere Nutella karamel popcorn. Wie kent hem niet? Als je er nog nooit van gehoord hebt, dan moet je eens helemaal niks, maar dat kan kloppen. Oh. Zo benieuwd? Zo. Is het lekker? Hard voor lekker. Hard voor werken. Ja, hard voor werken. Heerlijk. Hard maar. Ja. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Sergio die moet helaas werken. En wat zijn wij aan het doen, Jess? Wij zijn een spelletje aan het doen. Ja, wij zijn heel mooi aan het tekenen. Eigenlijk aan het figuur maken met magneten, hè? Ja. En Jesse Silver is daar heel goed in. Hij is nu al bezig met de vogel weer. Net een olifant gemaakt en een tijger. En nu met de vogel. Het is een druilerig dagje helaas. En Sergio heeft de auto mee. Dus wij gaan ons lekker binnen vermaken. En vanochtend werd ik wakker gemaakt door Jessie. En toen had hij chocomel voor mij gemaakt zelf. Ja. Ja. En toen heeft hij ook nog zijn eigen wrappie gemaakt. Hè? Ja. Die was ook lekker, hè? Een bieten wrap met pindakaas en aangeslag. Ja, pindakaas. Was super lekker blijkbaar. Nou, verder gaan we denk ik niet zo heel veel bijzonders doen. Dus we gaan de vlog hier afsluiten. Ik hoop jullie in de volgende video goed nieuws te kunnen brengen over de uitslag van mijn scan. Want die krijg ik pas morgen. Maar voor nu zeggen we bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het weer een toffe video vond. En als je meeleeft. We zien weer heel graag jullie reacties in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. Ciao! Ciao!